Hoi allemaal, ik ben meneer Van Urk en in deze video ga ik uitleg geven over energiestroom in een ecosysteem. Ik ga het hebben over ecologische piramides, zoals de piramide van biomassa en wat het verschil is tussen de bruto en de netto primaire productie. En ik ga het hebben over een energiestroomschema. Wat de voedselketen precies is, heb ik al uitgebreid uitgelegd in een andere video. Nu alleen even een korte herhaling. Dat doe ik aan de hand van een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld een bloemkool die wordt gegeten door de rups van een koolweedje, en die weer door een koolmees en die weer door een sperwer. Dus een voedselketen is een reeks van soorten die elkaars voedsel zijn. En elk onderdeel van die keten noem je een schakel. Of ook wel met een moeilijk woord, een trofisch niveau, ook wel een voedingsniveau. Nou, elke voedselketen begint met een autotroof organisme, dus met een producent. Dat is dus een plant op het land of fytoplankton in zee. En een voedselketen eindigt altijd met een toppredator. Dus een groot roofdier dat door geen enkel ander dier meer wordt opgegeten. Dan de richting van de pijl is belangrijk. Die gaat namelijk van het voedsel naar de eter, dus met de voedselstroom mee. Een ecologische piramide is eigenlijk ook een soort voedselketen, maar dan op ecosysteemniveau. Nou, zo'n piramide bestaat uit verschillende verdiepingen. En elke verdieping komt overeen met een schakel, dus een trofisch niveau, uit de voedselketen. Dus wat je doet, je pakt de eerste schakel, dat zijn de producenten. Alle planten dus, die stop je allemaal in één verdieping. Dus je doet niet zoals bij een voedselketen dat je één soort pakt, bijvoorbeeld de eikenboom. Nee, je pakt alle bomen, alle planten, dus alle bloemen en kleine struikjes, die pak je samen en die stop je in één schakel, dus in één verdieping. Nou, dan ga je door naar de volgende schakel. Consumenten van de eerste orde, dat zijn de planteneters, oftewel de herbivoren. Ook die pak je allemaal bij elkaar en die stop je dan in de tweede verdieping. En zo ook met de consumenten van de tweede orde, dat zijn de vleeseters, kleine vleeseters of alleseters, die de planteneters weer opeten. Ook die pak je allemaal bij elkaar en die stop je in de volgende verdieping. En dan krijg je de consumenten van de derde orde. De grotere vleeseters en alleseters, ook die neem je allemaal bij elkaar en die stop je in de volgende verdieping. En zo krijg je dus een piramidevorm, doordat bij elke schakel het deel wat ze uitmaken van het ecosysteem steeds kleiner wordt. Nou, zo'n ecologische piramide, die kun je op drie manieren weergeven. Je kunt een piramide van aantallen maken of een piramide van biomassa. Of een piramide van energie. Dus bij de piramide van aantallen, dan ga je gewoon het aantal individuen tellen dat in een bepaalde schakel zit. Dus je begint bij de producenten en je gaat gewoon tellen hoeveel bomen zijn er, hoeveel grassen, hoeveel struikjes, hoeveel bloemen. Die neem je allemaal samen en die zet je dan uit in zo'n balk. Dan kom je bijvoorbeeld op 1 miljoen stuks planten. Hetzelfde doe je met de planteneters, ook die tel je allemaal bij elkaar op. Er zitten natuurlijk een hoop insecten bij. En dan kom je op 10.000 herbivoren. En dan ga je het aantal kleinere vleeseters tellen. Dan kom je op 100. En uiteindelijk heb je nog maar één toppredator in een bepaald gebied. Dus dit is dan een piramide van aantallen. En dan zie je, ook deze heeft gewoon een piramidevorm. Het aantal neemt per schakel naar boven toe af. Een piramide van aantallen hoeft niet altijd een piramidevorm te hebben. Als je bijvoorbeeld het ecosysteem bos neemt, en het is een heel donker bos, dan heb je voornamelijk bomen als producenten en op de bodem weinig andere planten. Dus als je dan het aantal producenten gaat optellen, dan kom je op bijvoorbeeld 100. Maar ja, in één boom leven natuurlijk heel veel planteneters. Kleine insecten die van de bladeren leven bijvoorbeeld. Dus dan krijg je geen piramidevorm. Dus een piramide van aantallen kan een piramidevorm hebben, maar dat hoeft dus niet per se. Je kunt ook een piramide van biomassa maken. Maar wat is biomassa nou eigenlijk? Nou, bij biologie nemen we meestal de totale hoeveelheid organisch materiaal als biomassa.
Dus eigenlijk simpel gezegd, het gewicht, oftewel de massa zonder water. Dus een droog gewicht. En als ik op een weegschaal ga staan en ik geef 80 kilogram aan, dan is dat eigenlijk niet mijn biomassa. Want je moet het water er nog van afhalen. Nou, een mens bestaat voor 60% uit water, dus je houdt maar 32 kilogram aan biomassa over. Of als je kijkt naar een kilogram aardappelen en een kilogram tomaten, dan denk je, ja, die zijn even zwaar. Maar hebben ze dan ook evenveel biomassa? Nee, want aardappelen bestaan voor 80% uit water. Dus dan zou de biomassa maar 200 gram zijn. Tomaten bestaan zelfs voor 95% uit water. Dus dan heb je maar een biomassa van 50 gram. Dus bij biologie nemen we meestal het droog gewicht, het gewicht zonder water, als de biomassa. Bij de piramide van biomassa tel je dus het drooggewicht op van alle individuen in een bepaalde schakel. Dus je telt het drooggewicht op van alle planten, van alle consumenten van de eerste, tweede en derde orde. En de piramide van biomassa heeft wel altijd een piramidevorm. Ook als je kijkt naar bomen. Als je bijvoorbeeld 20 bomen hebt en er zitten 100.000 planteneters in, dan is het gewicht van die bomen vele malen groter dan van die planteneters. Een boom die weegt echt wel veel meer dan een paar insecten bij elkaar. Dus daarom heeft een piramide van biomassa altijd een piramidevorm. Je kunt ook een piramide maken van energie. En dan geef je de energiestroom aan door een ecosysteem. Je begint dus bij de producenten. Die worden opgegeten door de herbivoren, de planteneters. Dus de energie die in de producenten zit, in de planten, die wordt doorgegeven, die komt terecht in de planteneters. Nou, de kleine vleeseters, die eten planteneters weer op, dus de energie die in de planteneters zit, komt dan in de kleine vleeseters, enzovoort. Zo gaat de energie dus van onder naar boven, door het ecosysteem heen. Maar je ziet, op elk trofisch niveau is er enorm veel energieverlies. Ongeveer 90% van de energie gaat gewoon verloren per schakel. Dat is ontzettend veel. Dus daarom is het ook niet verwonderlijk dat een voedselketen maar uit 3 of 4 schakels bestaat. Dat komt dus omdat er per schakel enorm veel energieverlies is. En je ziet het al aan de piramidevorm. Hoe hoger je komt, hoe minder energie er overblijft. Dus op een gegeven moment is de energie gewoon op en kan er geen nieuwe schakel meer zijn. Nou, waardoor krijg je zoveel energieverlies? Allereerste reden is, een groot deel wordt niet opgegeten, of een groot deel sterft. Bijvoorbeeld bij de planten. Een groot deel van de planten wordt gewoon niet opgegeten door planteneters. Als je een boom hebt, dan worden niet alle blaadjes opgegeten. Of de boomstam, die is van hout, die wordt dan helemaal niet opgegeten. Dus een groot deel van de planten, de energie in de planten, die komt niet terecht in de planteneters. Tweede reden is dissimilatie. Planteneters die hebben energie nodig voor de stofwisseling. Cellen kunnen niet draaien zonder energie. Die moeten ATP produceren, dus energie maken. En daar, dus een groot deel van het voedsel wat ze opeten, de energie daarvan gaat verloren door de stofwisseling. Dan moeten ze ook nog bewegen. Dat kost energie. En dan moeten ze hun lichaamstemperatuur nog op peil houden. En dat kost ook enorm veel energie. Dus er gaat gewoon veel energie verloren per schakel door stofwisseling, beweging en warmte. En nog een reden is, een groot deel is onverteerbaar. Dus als een planteneter een plant opeet, een groot deel kan hij niet verteren en poept hij direct weer uit. Dus die energie die gaat ook verloren uit de voedselketen. Dus door deze drie redenen heb je gewoon heel veel energieverlies per schakel. We hebben dus gezien dat er heel veel energieverlies is in de voedselketen per trofisch niveau, per schakel. Maar er wordt natuurlijk wel energie vastgelegd. Dat noem je productiviteit. De hoeveelheid energie die wordt vastgelegd in organische stoffen. Dus als een organisme groeit, dus nieuw weefsel aanmaakt, dan maakt hij nieuwe organische stoffen. Dus hij wordt langer en vrij wat zwaarder. Dus hij produceert eigenlijk
energie in de vorm van organische stoffen. Nou, als je dan kijkt naar de eerste schakel in de voedselketen, dan spreek je van de primaire productie. Dus de primaire productie is de productie van energie van, in de vorm van organische stoffen door de planten, de producenten. Primair betekent namelijk eerste. En eerste slaat dus op de eerste schakel in de voedselketen. Nou, dan kun je weer onderscheid maken tussen de bruto primaire productie en de netto primaire productie. Nou, met bruto primaire productie bedoelen we eigenlijk de totale hoeveelheid organische stoffen die wordt vastgelegd. Nou, organische stoffen die worden vastgelegd door de fotosynthese door planten. Zonlicht, energie van de zon, wordt vastgelegd in energie in de vorm van organische stoffen. En daardoor wordt zo'n plant langer en zwaarder. Dus neemt die toe in biomassa. Dus de totale primaire productie kun je eigenlijk weergeven als de totale productie van energie, of de totale productie van organische stoffen, of de totale productie van bij de fotosynthese, of de totale productie van biomassa. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En dan kun je ook kijken naar de netto primaire productie. Dat is de bruto primaire productie, dus de totale, min de dissimilatie. Want je hebt energieverlies door de stofwisseling. Planten hebben ook stofwisseling in hun cellen, maken ook ATP, gebruiken ook heel veel energie. Dus die moet je er vanaf halen. En dan hou je de netto primaire productie over. En dat kan je dan gebruiken voor de groei. Dus een boom bijvoorbeeld, die krijgt dan een dikkere stam, hij krijgt meer takken, hij krijgt langere wortels, hij krijgt meer bladeren, hij maakt bloemen, hij maakt vruchten. Dus dat allemaal bij elkaar, de groei, dat is de netto primaire productie. Het aanmaken van nieuwe weefsel, van nieuwe onderdelen van de plant. We hebben gezien dat er in een ecosysteem de energie stroomt van trofisch niveau naar trofisch niveau naar trofisch niveau. Nou, dat kun je weergeven in een zogenaamd energiestroomschema. Dat zie je hier. Lijkt heel ingewikkeld, maar als je goed naar kijkt valt er best wel mee. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. De leeuw, dus een carnivoor. Dit geeft aan de energie die stroomt in de leeuw, als het ware. Die bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt de I, je hebt de A, je hebt de F, de R en de P. We nemen ze even één voor één door. We beginnen hier bij de I. De I is de leeuw eet een prooi op en krijgt dus voedsel binnen. De I staat voor ingestion, dat is Engels. En dat is de voedselopname, dus wat hij opeet. Nou, een deel daarvan kan hij verteren en een deel daarvan kan hij niet verteren. Het deel wat hij wel kan verteren, dat wordt omgezet in voedingsstoffen in zijn darm en dat neemt hij op in zijn bloed en komt dan in zijn lichaam. Dat is de A. De A van assimilatie. Dan een deel is onverteerd. Daar kan hij niks mee en poept hij eigenlijk meteen maar uit. Dat is de F. De F staat voor feces. Dat is de uitwerpselen. Dus deze energie die gaat verloren. Die gaat uit het schema weg. Nou, de A, dat is wat hij heeft opgenomen, die blijft in het schema. En daarmee kan hij verschillende dingen doen. Het grootste deel gaat op aan respiration, dat betekent aan de dissimilatie. Die leeuw die heeft een stofwisseling, hadden we gezien. Hij moet bewegen en hij moet zijn lichaamstemperatuur op peil houden. Dat allemaal wordt bij de dissimilatie. En die energie die gaat dus ook verloren, die gaat uit het schema. Nou, een deel van de energie wat dan overblijft, dat is de P, dat is van de production. De productie, dat betekent met die energie kan hij groeien. Dus hij kan langer worden, zwaarder worden en dus toenemen in biomassa. Dus dat is eigenlijk in het kort het schema van de energiestroom per trofisch niveau. Met zo'n energieschema kun je ook gaan rekenen. Bijvoorbeeld de leeuw die eet een stuk vlees op met een energiehoeveelheid van 100 kilojoule, dan is de I is 100 kilojoule. Nou, een deel daarvan kan ik dus verteren en een deel daarvan niet. Nou,
Een onverteerde deel gaat via de ontlasting weg en is 20 kilojoule. De rest, wat overblijft, is dus 80 kilojoule. Dat kan u wel verteren en opnemen in zijn lichaam, dus assimileren. Dus I is dus A plus F. I is namelijk 80 plus 20 is 100 kilojoule. Dan, de aarde die kan u weer verder gebruiken. En maar het grootste deel gaat op aan de dissimulatie. En de rest wat overblijft, komt in de productie. Dus hij kan groeien daarmee. Oftewel, A is R plus B. Oftewel, 78,4 plus 1,6 is 80. Nou, wat vaak ook de assimilatie-efficiëntie bepaalt, dat is dus de A gedeeld door de I. Dat is eigenlijk hoe efficiënt kan hij zijn voedsel dat hij opeet, omzetten in bruikbare voedingsstoffen. Dus kan hij assimileren. Dus dat is de A gedeeld door de I, dus 80 gedeeld door 100, dus 80%. Dus 80% van het voedsel dat hij eet, van het vlees dat hij eet, kan hij in zijn lichaam assimileren. De rest, die 20%, verliest hij via de uitwerpselen. Ook de productiviteitsefficiëntie kun je bepalen. Dus hoe goed kan hij dan met die voedingsstoffen nieuw weefsel maken? Dus dat is de P gedeeld door de A. Want het grootste deel gaat verloren via de dissimulatie. Maar hoe goed kan hij met die voedingsstoffen groeien? Dus kan die nieuw weefsel produceren? Dat is in dit geval 1,6 gedeeld door 80 is 2%. Dus hij kan maar 2% van wat hij opeet en kan opnemen in zijn lichaam, kan hij maar omzetten in nieuw weefsel. Dus hij kan maar met 2% van de energie groeien. Je kunt een planteneter, een herbivoor, gaan vergelijken met een carnivoor. En dan zie je dat de assimilatie-efficiëntie nogal verschilt. Bij een planteneter is die namelijk 50% en bij een vleeseter 80%. Dus een enorm verschil. Dus een planteneter, als die voedsel tot zich neemt, slechts de helft ervan kan die goed verteren en als voedingsstoffen opnemen in zijn bloed, dus assimileren. De andere helft gaat onverteerd verloren via de ontlasting. Dat is een enorm groot deel. Dat is ook te verklaren, want plantaardige cellen hebben een celwand. En die zijn heel moeilijk te verteren. Dus daarom heb je zoveel ontlasting. Als je dan kijkt naar de productiviteitsefficiëntie, is die weer ongeveer gelijk. Dat betekent dat een vleeseter weer veel meer verliest in de vorm van dissimulatie. Ook dat is te verklaren, want een planteneter die staat als het ware in zijn voedsel. Die hoeft niet zo heel veel te bewegen om bij zijn voedsel te komen. Terwijl een vleeseter die moet gaan jagen en vaak elke jachtpoging is geen succes, dus hij moet meerdere keren jagen om succes te hebben. Dus hij is veel meer tijd en moeite en energie kwijt om prooien te vinden en dan ook nog te vangen. Vandaar het verschil in dissimulatie. Dit was mijn uitleg over energiestromen in een ecosysteem. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's of als je me wil ondersteunen, abonneer dan op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!